Ik hoor wat de heer Dijk zegt. Vrede, veiligheid. Ik ben toch benieuwd hoe de SP van plan is die dan te bereiken. In mijn blik ontstaat er pas zicht op die vrede op het moment dat Poetin zijn imperiale en koloniale ambities opgeeft. En dat is juist de reden waarom we Oekraïne nu voluit moeten steunen. Ik ben het daar mee eens. Daar verschillen wij niet van mening. Dan blijf ik, voorzitter, benieuwd hoe de SP die vrede en veiligheid en die oplossing dan daadwerkelijk wil bereiken. Nou, wat de SP betreft zei ik al, het beste alternatief voor oorlog is geen oorlog. En dat doen we op de volgende manier. Ik was daar precies in mijn woordvoering toegekomen. 1. Door wapens te leveren aan Oekraïne om zich te kunnen verdedigen. Volgens mij hebben we dat hier net ook al besproken. Ook daar zitten nuanceverschillen tussen uw partij en die van mij. Maar volgens mij komen we daar een heel eind. Tegelijkertijd met sancties. Zoals het overnemen van de bevoren miljarden van de Russische staat en oligarchen om Poetin onder druk te zetten. Dat was een voorstel van de SP overigens, dat gedaan moest worden. Niet per se om allemaal wapens te gaan leveren, maar in ieder geval ook voor de opbouw. En tegelijkertijd druk, en daar hadden we net in het interruptiedebatje ook al even over, tegelijkertijd druk uitoefenen met zoveel mogelijk andere landen. En u noemde net één vredesverdrag en een aantal landen, maar zoveel mogelijk andere landen die eerder ook al hebben aangegeven vredesonderhandelingen te willen starten. En ook dat zullen misschien niet altijd de landen zijn die u en ik het beste voorbeeld als land vinden of als samenleving. Maar dat moeten wij, en ik zei het net in interruptie ook al, tegelijkertijd zou Nederland dit zoveel mogelijk moeten doen in VN-verband. En u noemde net de Veiligheidsraad. Maar ja, daar zit inderdaad Rusland in en die wil niet. Dus zal dat inderdaad via de ledenraad moeten van de algemene vergadering van de VN. 193 lidstaten zou een stuk meer impact hebben dan. Ja, voorzitter, is de heer Dijk, de SP, bereid om zusterpartijen in Europa, zoals in Frankrijk of Duitsland en dergelijke, op te roepen om dat Zelensky 10 punten vredesplan en de bijeenkomst erover juist te ondersteunen en op te roepen dat soortgelijke partijen inderdaad in landen waar die in de regering zitten bevorderen dat die landen ook deelnemen aan de bijeenkomsten van het 10 punten plan? Ja, ik denk dat het probleem is met het plan van Zelensky dat Rusland daar nooit mee akkoord zou gaan. Hetzelfde geldt dat wat de heer Paternotte net zei, dat als Rusland met een plan komt, dat de Oekraïne dan zegt ja dag. En dat snap ik ook wel. Dus ik ben er meer voor, dat zei ik net ook al, dat we op zoek gaan naar meer en andere landen die op die manier druk kunnen gaan uitoefenen, ook op Rusland, om ervoor te zorgen dat die inderdaad wel tot vrede over willen gaan.